De invoering van het passend onderwijs heeft de leerkracht voor een uitdaging geplaatst. Zorgen dat leerlingen op verschillende niveaus het onderwijs krijgen dat het beste bij hen aansluit. Dat geldt bijvoorbeeld voor leerlingen met ADHD, autisme en dyslexie. Maar ook hoogbegaafde leerlingen hebben extra aandacht en begeleiding nodig. Het blijft een uitdaging, maar de inzet van ICT-toepassingen kan helpen onderwijs op maat te bieden. Dit is Tom. Hij is autistisch en het is voor hem erg belangrijk om te weten waar hij aan toe is. Hij heeft onder andere moeite met het indelen van zijn dag. Daarom heeft de juf een app geïnstalleerd waar zijn dagprogramma op staat. Elke week voert zij dit voor hem in, zodat hij altijd weet wat hij moet doen zonder het steeds aan de juf te hoeven vragen. Alex is dyslectisch. Hij heeft moeite met het lezen van teksten. Daarom werkt hij met tekst naar spraaksoftware. Dit programma leest hem de teksten voor en helpt hem bij het spellen van woorden. Zo kan Alex toch geheel zelfstandig lezen. En het spellen gaat ook steeds beter. Onderzoek heeft aangetoond dat werken met spraaksoftware het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen bevordert en de leerkracht ontlast in de dagelijkse werkzaamheden. Isa is hoogbegaafd. Zij heeft veel meer uitdagingen nodig dan haar klasgenoten. Dagelijks doet ze aanvullende opdrachten via Acadin. Zo kan ze, gewoon in de klas, toch op haar eigen niveau werken. Of het nu gaat om bieden van onderwijs op maat of ter aanvulling op bestaand lesmateriaal, ICT-toepassingen helpen de leerkracht. Kortom, ICT werkt, ook voor passend onderwijs.